We gaan onze KFPS-penningmeester Emiel Jansen binnenvragen. We gaan ook binnenvragen de voorzitter van het Jong KFPS, Sietske Veenje. En zij gaat bekendmaken zo dadelijk wie er winnares is geworden. Jonge fokker van het jaar, Jong KFPS, het woord zo dadelijk aan Sietske Veenje. Dames en heren, ik ben heel trots hier vandaag te mogen staan om deze prijs uit te mogen reiken aan de jonge fokker van 2020. Het is geworden Marije Schreven. Ik zal je zo de prijs overhandigen, maar ik wil eerst nog even vertellen waarom jij deze prijs hebt gewonnen. Je fokt nu 5 jaar met jouw merrie en wat mij betreft heb je jou ruimschoots bewezen. Dit jaar zijn 2 van jouw fokproducten gepresenteerd op de KFPS-keuringen. En het resultaat is bewonderenswaardig. Niet 1, maar 2 merries kregen zij een eerste premie. En daarbij werd de 1 direct kroon, de andere voorlopig kroon. Het is fantastisch. Ik wil je nogmaals namens KFPS en Jong KFPS feliciteren met deze prijs. En ga zo door, je bent een voorbeeld voor velen. Een voorbeeld voor velen. Bravo, Marije Schreven uit de Weert. Felicitaties van de voorzitter van het Jong KFPS Sietske Veenje. Hulde van onze KFPS-penningmeester Miel Jansen. Ja, Marije, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. We zijn als KFPS heel erg blij dat er jonge fokkers opstaan om het stokje over te nemen. De fokkers zijn natuurlijk het fundament onder het Friese paard. Zonder fokkers hebben we geen Friese paarden. De aanwas van de fokkers is gewoon van groot belang voor de vereniging. Dus we zijn heel erg blij met mensen zoals jij. We hopen dat er meer jongeren zijn die het stokje gaan oppakken. In dat kader kan ik het zeer aanbevelen om eens even een kijkje te gaan nemen bij Jong KFPS. Een club met leuke jonge mensen die zich bezighouden met Friese paard. En ja, van harte gefeliciteerd dat je zulke mooie paarden hebt voortgebracht. En namens het bestuur bied ik je ook graag een dekking aan voor het komende seizoen. Dus je kunt een mooie hengst gaan uitzoeken hier vandaag. En hopelijk zien we je met het resultaat over 3 of 4 jaar hier weer terug in de ring. Dankjewel, gefeliciteerd. Dankjewel, Miel Jansen, KFPS penningmeester. En daar staat ze te stralen in het midden van de piste. En terecht, jonge fokker van het jaar 2020 bij het Jong KFPS. Marije Schreven uit Weert, proficiat.